Het bedrag komt niet vanuit de lucht gewoon en is niet door mij opgesteld. Er is een speciaal rekenteam aangetrokken onder leiding van mevrouw Rosita Sobi. En ze hebben het tarief berekend. Wie is mevrouw Sobi? Ze geeft dus de leiding aan het rekenteam. Ze komt van de universiteit. Ze is extern. Ze is aangetrokken om dat voor ons te berekenen. Die tarieven komen van haar. Ze komen niet van ons. En wat krijg je als men bijvoorbeeld nu aan tafel zit? U weet, dit gaat niet 1, 2, 3. Er gaat een hele tijd, misschien een week, twee weken, een maand. Maar de brandstofprijzen, die gaan misschien elke week of om de ene maand gaan die dingen omhoog. Heeft de minister daar geen rekening gehouden dat dus die brandstofprijzen omhoog gaan, waardoor het bedrag ook hoger lijkt? Precies, en dat is juist het punt. Want in het begin was het, ja, jullie geven 20 miljoen uit. Later jullie geven 25 miljoen, nu 31 miljoen. En nu die 34 miljoen, omdat de mensen nieuwe prijzen hebben gekregen. Ja. Vanwege de brandstofprijzen die steeds verhoogd worden, is er intussen een nieuwe prijs berekend voor de bushouders, bus- en boothouders. De minister heeft zelf goedgekeurd dat ze per 1 mei die nieuwe prijzen moeten krijgen. Wacht even, minister Ori heeft dat minister goedgekeurd? Minister Ori. Maar dan heeft hij goedgekeurd dat er dan misstanden... Precies. Hij heeft goedgekeurd die verhoogde brandstofprijzen die per mei in moeten gaan. En natuurlijk is er een achterstand. Nu zitten we in eind juli. Dat betekent, je hebt ook een achterstand in te lopen. Dus die 31 is nu 34 geworden. En het wordt straks hoger. Waarschijnlijk. In elk geval is dat het er voor nu. Dat er op maandbasis betaald moet worden. In het parlement hebben assembleeleden gezegd dat de minister met nadere informatie moet komen. Zeg ik ook. Maar heeft het ministerie dat niet gedaan? Aan mij is er niets gevraagd. Dat dik dossier, ik zou zeggen aan de minister, dat dossier welke hij heeft, moet hij sowieso brengen naar het Openbaar Ministerie. Dat moet gebeuren. Want als je zulke bewijzen hebt en er is een dossier, kan je niet ermee zitten. Moet jij het afgeven. Geef het aan het Openbaar Ministerie. En als er onterecht geld zijn, ga ze halen. Want het ministerie heeft die gelden nodig. Die scholen moeten gerenoveerd worden. Noem maar op. Het ministerie kan het geld beter gebruiken. Hij heeft ons beschuldigd. En hij zegt nog, ik las ergens dat er een onderzoekscommissie zal komen, maar er is ook al een dossier. Ik weet niet wie dat dossier heeft opgesteld, van waar het komt. Laat me u zeggen, klat is er iets geweest op de afdeling vervoer. Ze hebben documenten meegekregen, alle bonnen, alles moesten we ze meegeven. Er is een bedrijf sinds 2014 bij ik komen aantreffen. Ik zit er al 2,5 jaar daar. We hebben tot op dit moment het onderzoek nog niet gehoord. Dus op papier hebben ze ons nog geen concrete dingen gezegd van misstanden. Niets hebben we nog gehoord. Ze hebben alle documenten meegenomen. Een opmerking welke ze geplaatst hebben is wel van, kijk, we zien dat er trajecten zijn. Jullie moeten ze scheiden. Dag en avond is het een beetje overzichtelijk. Alsjeblieft. En het is ook beter voor ons als ze komen. Laten ze het rapport uitbrengen. Dan wordt het voor eens en voor altijd uit de wereld geholpen. Dat er daar gefraudeerd wordt en dingen maar roepen in de ruimte die je niet kunt bewijzen. Want het is wel makkelijk. Kijk, als iemand van de straat komt en aangeeft, er wordt gefraudeerd daar, dan kun ik zeggen, oké, we nemen het met een korreltje zout. Ach ja, kom. Maar als de minister van Onderwijs dat in DNA roept en hij heeft een dossier, heeft geen contact met ons gemaakt, dat betekent, hij moet ermee op tafel komen. Laat hij ons wijzen van waar hij ermee komt. Laat me u zeggen, ik zeg dat dossier is er, breng het naar het Openbaar Ministerie. Mevrouw Hoever, u doet nu openheid van zaken hier. Precies. bij EBC. Bent u niet bang? Voor? Nou, dat u uw baan kan verliezen. Dat u dus dit zo vertelt van, dan moet u maar naar het Openbaar Ministerie. Ik ben niet bang voor mijn job. Ik ben niet bang voor mijn werk. Ik weet dat ik niets fouts heb gedaan. Ik werk naar eer en geweten. Bang ben ik niet. Dus als de minister zegt dat ik fout ben, dan moet hij maar handelen.